Hoi dames en heren, leuk dat we kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Andy en het is vandaag echt super mooi weer. Echt een zomersweer. En ja, zonnebril heb ik op. En ja, mijn haar die wordt echt veel te lang. Maar ja, ik ga donderdag ga ik naar de kapper, dus dan wordt het weer lekker kort. En ja, wat gaan we in deze video doen? Wat ik al zei, het is echt super mooi zomersweer, dus ik ga zo meteen lekker een stukje wandelen. En ik ga ook nog even lekker aan de strand. Misschien dat ik nog het water in ga, dat ligt eraan hoe warm het water is. Maar in ieder geval, dan neem ik jullie natuurlijk mee. En ik zou zeggen, gooi natuurlijk al alle likes omhoog en dan ga ik zo rijden. En dan maken wij gewoon een hele leuke video van. A few moments later. Ja, dan ben ik hier nou aangekomen. Haal ik even de tas uit de kofferbak. Want die neem ik zo mee. Want daar heb ik namelijk een eventueel badhanddoek en zwembroek. Heb ik erin zitten. En oh ja, misschien ook handig. Ik heb hier ook zonnebrandcreme. Dus misschien denk ik ook wel handig om mee te nemen. Want hier staat eigenlijk toch best wel een beetje wind. En zon en wind, ja, dat gaat al best hard. Dan kan je best snel verbranden. Dus altijd goed. Dus dan doe ik mijn auto op slot en dan ga ik zo een stukje lopen. Zien waarom. Doe mee, verloste zee staat erop. En hier zit eigenlijk allemaal afval in. En dat is eigenlijk allemaal afval wat hier aan het zand ligt of wat in de zee ligt. Ja, die kunnen mensen allemaal meenemen, die gooien allemaal in de bak. En op die manier ja, houden wij eigenlijk de zee schoon. Dus dat is het hele idee. Dus dat is eigenlijk wel mooi dat ze zoiets doen. Zo is het natuurlijk ook mooi. Zodat de natuur natuurlijk ook gewoon mooi en schoon blijft. Ja, dat is natuurlijk wel belangrijk. Dus ja, misschien ook voor jullie. Ja, misschien is het ook wel een handige tip voor jullie inderdaad. Gewoon als jullie ook aan het strand zijn. En het liggen ook dat soort bakken of zo. Dat je dat gewoon, ja. Als jullie dat op strand vinden of in het water vinden, neem het gewoon mee en doe het in zo'n bak. En zo houden wij het allemaal schoon. Thank you.
Ja, dan heb je daar zo heb je een doorgang. En ja, dan ga ik daar gewoon even kijken. Dan ga ik daar lekker een stukje lopen. Het is gelijk een goede walkout. Je mag gelijk even bijkomen. Ik ben nu maar buiten adem. Maar wel heel mooi uitzicht. Is het hier eigenlijk toch een heel mooie natuur. Ik loop nu hier naar de uitkijkpunt. Dus dan gaan we daar even kijken. Dan heb je ook een heel mooi uitzicht. Dat, ja, dat zal ik jullie nu laten zien. Hier kan je trouwens ook goed, heel goed zien wat ik al gelopen heb. Want hier zo bij de parkeerplaats, daar heb ik mijn auto neergezet. En daar ben ik eigenlijk een stuk hier over het strand. Ben ik helemaal langs gelopen. En dan ben ik hier zo ben ik het paadje ingegaan. En dan ben ik nu hier. Dus dat is het stuk wat ik al gelopen heb. En dan ga ik nu weer verder lopen. Even kijken of ik nog wat meer moois tegenkom. Ja, en als jullie misschien nu heel stil zijn en heel goed luisteren, dan horen jullie misschien ook de mooie vogeltjes fluiten. Ja, dit is echt mooi zoiets. Ik word hier echt rustig van. Ik hou hier echt van. Wat dat betreft ja, ben ik eigenlijk ook een echte natuurmens. Lekker wandelen door de natuur. En al die mooie dingen, planten, dieren, alles wat je tegenkomt. Ja, daar geniet ik gewoon van. En ik word er ook echt rustig van. Heerlijk.
hele mooie plek. Hele mooie lege vallei. Twee plasjes water heb ik wat hier ligt. Ja, dit is echt mooi. Ik denk dat ik dat stuk wat ik net gelopen heb, en denk dat ik dat stuk weer terug naar het strand gelopen. En dan ga ik een stukje over het strand lopen en misschien dat ik zo nog even het water in ga. Maar dat gaan jullie zo wel zien. Ja, en dan ben ik nu weer terug hier aan het strand. Ja, het is echt best wel warm, dus ik denk dat ik toch zo lekker het water in ga. Lekker een beetje afkoelen. Dus ja, dat gaan jullie dadelijk zien. Ja, ik heb net even mijn zwembroek aangedaan. Mijn spullen heb ik hier liggen. Ja, dan ga ik zo het water in. Trek ik zo even mijn t-shirt uit. Nou, de zwembroek heb ik al aangetrokken. En mijn spullen heb ik hier liggen. Dus ja, dan ga ik zo het water in. En dan ga ik nu over op de GoPro. And I've been chilling, watching the ocean with you. Baby up with the slow motion crew. And we up in our growlings when people change, but not us. And we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the moss soon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost to my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word, cause you got me haunted. We'll be right back.
Ja, zoals je ziet heb ik me eigenlijk weer aangekleed. Ik ben ongeveer tot mijn heupen ben ik het water in geweest, want verder werd het toch echt goed koud. Maar het begin van het water tot aan je heupen, ja, dat was wel echt lekker. Dus ik heb even lekker een stukje gezwommen nog. En ja, dan ga ik nu ga ik weer teruglopen naar de auto. Dus ja, zien we zo weer. Ja, en wat ik aan het begin van de video zei, voordat ik het strand afkwam, over dat houten kist wat stond, om de boel in het strand en het zee schoon te houden, is dit misschien een goede voorbeeld. Want hier liggen namelijk jerrycan met een stuk touw of visnet, of wat het ook is. En die neem ik mee. En die ga ik dan daar aan het begin van het strand, gooi die in de ook weer gelijk in die houten kist. Dus ik denk, laat ik dat gelijk doen. En dan laat ik gewoon een goede voorbeeld aan jullie nemen. Zoals jullie zagen, dat is ook gelijk weer opgeruimd. Want ja, dat hoort natuurlijk niet hier op zand te liggen. En wat ik al had gezegd natuurlijk, zo houdt heel het zand en de zee natuurlijk ook allemaal schoon. Ik ben weer terug in de auto na een heerlijke dagje wandelen en aan het strand lekker stuk wezen zwemmen. En de dakraam doe ik ook gelijk even open. Zo, die gaat open. In ieder geval, ik hoop dat jullie dit een hele leuke video vonden en dat jullie hebben genoten van deze video. Laat natuurlijk even een hele leuke reactie achter hier beneden in de comments. En gooi natuurlijk even alle likes omhoog. En vergeet ook niet te abonneren hier beneden als je het nog niet hebt gedaan. En dan zie je mij in de volgende video weer. Ja, om 5 uur. En dan zie je me, ja, dus, dan zie je mij gewoon in de volgende video weer. Dus over deze, zoals altijd. Adios.